Waar ik echt super trots op ben, is dat ik gewoon schuldvrij ben op dit moment. Dus dat is helemaal, ja, top. Welkom bij Stichting Meet. Stichting Meet staat voor Mijn Administratie is Top. En helpt mensen die schulden hebben of inkomensverlies. En ondersteunt daarbij alle kinderen die bij het gezin horen. Wij werken samen met de gemeente door middel van doorverwijzingen. De gemeente verwijst door naar ons. Wij verwijzen door naar de gemeente. Zij ondersteunen ons financieel ook bij alles wat we moeten doen om de bewoners te kunnen helpen op het gebied van schulden en armoede. Dit is de Maki-kast. Vanuit Maki bedienen wij de kinderen van ouders die zich aanmelden en die de verjaardagen van hun kinderen niet kunnen vieren. Wij noemen het de schouderklopjeskast, dus tractaties voor school, een cadeautje als ze hun zwemdiploma hebben gehaald of iets anders. Maki staat trouwens voor Meet en Kids. En van hieruit bedienen we de kinderen met hun verjaardagen en alle schouderklopjes die ze nodig hebben om blij te kunnen zijn. Penter, ga je mee? Yes. Dit is Chavon en Chavon hebben wij geholpen met haar schulden en nog een aantal zaken, maar daar gaat ze zelf over vertellen. Ik ben eigenlijk hier gewoon gekomen met wat kan ik doen, want ik weet het gewoon niet meer. Het begon bij dat ik geen onderdak had samen met mijn oudste kleine en toen kwam ik hier en heb ik me hele hard op tafel gelegd. We zijn gaan kijken naar de schulden, contact gelegd met de schuldeisers en we hebben rust gevraagd. Dus even uitstel van alles, zodat wij verder konden. Wij spraken namens haar en voor haar, omdat het even niet ging. Door hun hulp heb ik mezelf weer stabiel gekregen financieel. Ik heb gezorgd dat ik nu een dak boven mijn hoofd heb en voor mijn meiden ook. En dit is echt ontzettend veel gebeurd om te komen waar ik nu ben. En daar ben ik hun iedere dag nog echt dankbaar voor. Ja, nou ja, wat Chavon net allemaal vertelde, daar ben ik zelf ook doorheen gegaan. Behalve het stukje dat ik dan op straat kwam te staan met mijn kinderen. En uiteindelijk, toen ik klaar was met mijn schuldenreis, heb ik bedacht, ik ga iets doen voor de mensen wat ik nodig had op dat moment. Iemand die mijn hand vasthoudt, iemand die zegt, je weet het even niet meer, ik zal dat voor je doen. Iemand die niet opgeeft en door blijft gaan en je niet veroordeelt. En zodoende is Stichting Meet ontstaan. Nou, als ik iedereen een tip mag geven, staat bij ons op de muur, armoede verzacht je zonder vooroordeel. Niemand vraagt erom om in armoede te leven. En niemand vraagt erom om zijn kinderen niet goed kunnen verzorgen omdat er geen financiële middelen zijn. Dus veroordeel niemand, want het kan ook jou overkomen.